Ik heb gewoon een contract. Het is gewoon gelukt. Eerder zagen jullie hoe hard ik ervoor heb gewerkt om dit contract binnen te slepen. En het nieuws ging rond als een lopend vuurtje. Nou, iedereen weet het hoor. Het staat online. In deze aflevering zien we mijn eerste koers als prof. Namelijk de Tour of Antalya. In hoeverre kan ik meekomen tijdens mijn eerste meerdaagse wielerwedstrijd? Daar gaat hij. Mooi dat. Dit is toch fantastisch. Ik vind het echt gruwelijk. Hij kijkt er echt naar uit. Ik vind het gewoon super dat hij daar al staat terug, want wat hij meegemaakt heeft, is toch een lange weg terug. I have no more stress for the echelons and stuff than that is like the third race. Ik ben heel blij dat hij er is. Ik hoop alleen het beste en het mooiste, want dat zou het superieure zijn aan het projectje. Etappe 1 is een relatief vlakke etappe. We starten in Side, een historische stad en een toeristische trekpleister. So again, I should stress recorded images of a couple of hours ago. The stage start getting underway then into the teeth of that headwind, which I think inhibited the formation of the breakaway. Ik denk best even afstappen en goed doen. Het zadel zakt het in. Andere fiets voor Basti dan nu klaarstaan. De goede hoek. Daar kwam? Kilometer 43, on essaye alors. Juste avant, oui, au kilomètre 43 vous tournez. Ouais. Donc juste, à mon avis, l'idéal c'est de le faire juste avant, 2 km avant, et vous mettez en route à bloc alors. Worth just name checking a rider who is riding for the Bingol Pals Sources team. And that rider is Baz Tietena. Baz is a really interesting guy. Many of you will know all about him. He is a very, very popular and influential YouTuber. He has decided to go try and to go back into the professional peloton with his plan Bas. And this is his first race. So it'll be very interesting to see how he gets on. Na ongeveer 100 kilometer kregen we een klim van de eerste categorie. Waar we daarna de laatste 40 kilometer met een grote groep naar de finish reden. Gaat het goed? Ja, maar ze gaan veel te vroeg aan. Het is nog 7 kilometer te gaan, dus... Close to the final kilometer now, Bardiani CSF rider just on the coattails of Alpecin Fenix, who now charge to the front. Belgian, a big crash brings down most of the bunch. There's a group of some 40, 50. Niemand van ons. Nee, van ons iedereen er voorbij. Half the peloton there, size down when the crash in the middle of the pack just destroyed the chances of most of the peloton. Nu gaan we het zien. Iedereen wil die wel een beetje spannen en ik doe er wel aan mee, geloof ik. Come on. Everybody looking for wheels now. You cannot put your nose into the wind this far out. Waiting to unleash their sprint. Matt Gibson a little bit caught out there. Trying to look for the wheel of the man from Bardiani CSF. As Alpecin Fenix now come off the wheel. Alpecin Fenix battling out for victory. That is tight. Tight between the two. Yeah. They come across the line. It's from Alpecin Fenix. That was... Top, les gars. Bravo, Carl. Top resultaat. Bravo. Oh, niet gek. Niet gek. Hoe heeft hij het gedaan? Ja, super hè. Als je het commentaar hoort, heeft hij de sprint al gedood tot op 1 kilometer van het einde. Dus in zo'n hectisch gedoe vind ik het super voor zijn eerste eigenlijk officiële wedstrijd. He's back, Basje is back. Er was een bike. I guess four. Ja, hier kijk. You also see, you know, it's right, all time in the front, and at the end they are gone. Yeah, we also went too early, yeah? Yes. Yeah, really. You go on some case to go. De eerste zit erop, hè? Was ik ook mee op tv? Ja, man. Ja? Hey. Godverdikke, ik ben echt trots op je. Na afloop stroomde mijn inbox vol met positieve berichten. Hey. Ja, gewoon de eerste die opneemt. Gefeliciteerd met je finish. Dankjewel. Hoi Merel. Hoi. Hey,
andere zusje. Nee, dat zie je. Ja, die valpartij gebeurde rechts van mij en ik dacht, oh, hier moet ik snel doorfietsen. En toen zag ik allemaal fietsen door de lucht. Kan ik de dag nog beter maken voor je? Wat dan? Sportza. Het is niet langer YouTuber Bas Tietema, maar eerbiediger profrenner Bas Tietema. Ja, lekker, eindelijk. Nog even de massagetafel op en uitrusten voor de volgende etappe. Hij ze voelen niet slecht aan, jongen. Zeg niet zomaar, hè. Morgen even goed voor de klote rijden. Hé, hey Basje. Komt goed, jongen. Zo'n lijf. Jezus Maria Jozef. Ik word hier betaald worden per centimeter massage. Ja, Tom en niet. Vandaag een etappe van 183 kilometer van Kemer naar Antalya. We trekken eerst iets meer naar het binnenland, wat zorgt voor de nodige hoogtemeters. Daarna draaien we terug en rijden we via Kemer richting Antalya. Zou ik eens vragen of u muziek heeft? Do you have some music? Hola. Ja, doe zo. Hoe gaat je vakantie zijn? Met je schatjes in dat geval, ja. Ça passe, si Karl Bass y passe, on fait comme hier pour le sprint. Je pense qu'ils ont super bien joué, il a lancé de loin. Mais comme on avait dit, si Bass il a les jambes à ce moment-là et lancé comme lui, on peut faire les deux. Hein, parce que... Donc n'hésitez pas, pour moi tu as bien fait. Parce que pour le même prix, tu attends un petit peu et t'es baisé parce qu'il y a des mecs qui débordent. Et... Donc on fait comme ça. Allez, bonne course. Voor de tactiek. Ik moet zo lang mogelijk gaan overwegen. De berg overkomen en dan aan het eind... Vier klimmen. Van 7 kilometer, van 5 kilometer. En dan gaan sprinten. Maar dit is precies wat de trainingskamp zeiden. Er is geen enkele koers die vlak is. En uiteindelijk gaat het een sprint worden. Maar je moet wel overkomen. Hou je nog van die winter, Hans Koentje? Wat denk je ervan? Fantastic. Hey, we gaan er weer voor. Hello and welcome to stage 2 of the Tour of Antalya. Here we are in sparkling sunshine on the Mediterranean coast on the south of Turkey. There are two categorized climbs to get over today before the race drops back down again to go along the coast in a northerly direction as the race goes from the south to the north. Agressive. Non, laisse-moi rouler. Il faut durcir la courbe. Parce que l'autre là, le petit déjà bloque les derniers 5 derniers. Et le bus vélo, il monte à son rythme. Vas-y, vas-y. Je roule. Fais exploser le truc. Wanneer de eerste renners al moesten lossen op de klim, kon ik nog aardig mee. Hey, Bastien. Garde abidon. Come on, boy! En Bas, gaat hij binnen tijd finishen? Wordt te moeilijker, denk ik. Maar ja, jammer dat het laatste klimmetje er iets te veel aan was. Ouais, je viens de le dire à Luc. Donc on va mettre Ludo ou bien Tom Wilden, il va rouler avec. Pour garder Maresco bien loin. Tu peux me donner un gel encore? There they are, three blue jerseys, one magenta jersey. Another rider just slots on in front of him. He is very well placed to repeat his victory from stage one. Oh, it's a great ride from Gazprom, considering what they've staged. Oh! Rider just going down on the right-hand side of the road there, hitting a little bit of a... Patrick. On the wheels, looking for Apis in Phoenix, and he's not there. And in the end, it's the winner. I have to say, I do not know who has won that bike race. Geen podium vandaag. Belangrijkste nu is hoe het gaat met Karel Patrick. Ging het een beetje met Karel? Blij dat er niks gebroken is.
Alleen schaven en brandwondjes, dus dat wordt even verzorgen, maar spijtig. Maar ja, het is goed, hè? Na een zware rit kwam ik toch enigszins teleurgesteld aan. Een hele fucking kutzadel. Ja? Kijk je maar aan de zin. Fucking kut. Is niet erg. Het ging best wel goed op het begin. Gewoon een duurtje. Alleen stap voor stap. Was net een tikkeltje te veel misschien ook, hè? Dus ik heb het niet over. Ja, het is fracties, dus niet van anderen. Gewoon stap voor stap. Komt goed, hè, jongen? Godverdomme. Op de eerste klim ging we oké. En die tweede klim. Er moesten al wel een paar sprints los, maar daar ging ik wel goed overheen. Zou ik wel goed van voren bij jullie, volgens mij, stonden. Alleen werkte wel elk klimmetje verder. Dat ja, maar dus, ik vind het helemaal normaal hoor, Bas. Maar ze hingen echt hard goed op die klim al. Het gaf mij wel energie dat ze zeiden dat mijn resco en zo was al vrij vroeg gelost. Ja, maar. Alleen dat zadel had wel net verschil gemaakt of ik zeg maar in dat groepje wat ervoor zat of niet. Nee, maar ik reden van voren met z'n allen naar die eerste twee klimmen. Ja. Toen zijn Luc gaan doorrijden om proberen nog eens een aantal sprinters te lossen. Ja. Toen wist ik al mee hoe laat het was natuurlijk. Ja, maar ja. Dus als je progressie ziet in de komende weken, zeg maar, ja, dan is het oké, toch? Ik wil gewoon altijd beter doen of zo dan. Maar dat is het, Tim. Het is goed dat. Als die intentie er is, dan komt dat goed. Als jij weet dat je er volledig voor gaat in zeg maar, verzorging en training, dus, dan komt het automatisch. Tom et Luc, ils sont ici vraiment pour cette étape. Luc, si tu veux gagner ou si tu veux faire un top résultat, les parties plus dures, tu dois attaquer. Oui. Et Karl, et Bas, bah Karl, vois comment tu es au début, reste bien calme. Et Bas, pareil, donc je compte sur vous pour l'étape de demain. Oh, mes benen, man. Ludo, ja? Je hebt ook last van je benen, toch? Ja. Gelukkig. Om 5 uur of 6 uur begint een man het gebed te doen. Ja, met de luidsprekers. Nou, Luc is best wel goed omhoog. Dus ik moet eigenlijk met Luc in het wiel zorgen dat als de beklimming begint, dus dat je van een grote baan naar een kleine weg gaat en niet meer op kan schuiven, dat we dan bij de eerste 10 zitten. En dan redelijk rustig omhoog. Tijdslimiet zou geen enkel probleem zijn. Ludo, ja? Ga je voor de vroege vlucht of pas later aanvallen? Ik moet eerst zien wat er gebeurt in het begin van de koers. Als het een grote groep ik moet meegaan. Maar ze laten je niet zo makkelijk rijden, of niet? Nee, ik zal sowieso niet. Nee? Nee. Iedereen rijdt direct achter mij, dus ja. You. Klaarmaken. Vandaag is het Luc's dag. Hij is de klimmer van het team. En we gaan er alles aan doen om hem zo goed mogelijk af te zetten bij de slotklim. En een zo hoog mogelijke plek in het algemeen klassement te behalen. Kan je nog even een speldje fixen? Een speldje nodig? Ja. Wat is een speldje in het Engels? Pin. Pin. Wil je even een pin? Die van. Ah, top. En de kroeg alweer open in Antalya. DJ Bas Tietema. Waar is die tape eigenlijk op Luc's rug? Hij heeft problemen met zijn nek, zijn bescherming een beetje. Wat de drukker tijdens de wedstrijd in zijn houding een beetje afgaat. Een beetje bijgeloof misschien, tussen ons. Climbing Bas today! We will see another pass with this hand. It's the first time I put the sprint helmet. Is that right? Ah, we go? Oh, without helmet. Oh. Good that you say it. Oh, and with shoes, normal shoes. Yeah, fuck. Normal shoes. Come on, Bas! Bas! I've dropped already. Luc,
Luc, est-ce que tu l'entends aujourd'hui? Ja, natuurlijk. Gisteren werd hetzelfde gecheckt. Ja, het is hetzelfde, zei hij. Ja. Dus, niks van de hand trekken, joh. Dan denken ze dat de wielen stuk zijn, het zadel stuk, de fiets kapot. Het zijn gewoon de benen die niet meer willen die dag. Waarom ik denk ik wel ook last van mijn rug was, is natuurlijk dat het de eerste keer is dat ik, maar, nee, maar dat ik geklommen heb. En met klimmen heb je natuurlijk best een veel van je rug. Are you ready for today? Yeah, ready. Ali, the team believes, so going full 110% for sure. So. Yeah, you always have to believe in your chance. Yeah. If you don't believe in your chance, then you don't go to the start. So yeah, of course we believe every day to have a top result and even why not have a high score with the team. Ready? Go! Allez, bonne course, yeah. En met z'n allen starten we vandaag aan de Koninginnenrit. De derde etappe van deze ronde is de gehele dag zo goed als vlak. Enkel eindigen we op de beklimming naar Themissos. Een klim van 8,8 kilometer aan 5,5% gemiddeld. Kom op. De bien, Ludovic! And a testing climb to come, which will define the overall outcome in this race. Luc heeft hier twee jaar geleden de 11e plaats. En nu hij is beter. Dus ik hoop top 5, maar dat zou mooi zijn. Niet, ja. Mijn taak zit erop. Luc zit goed voor in het peloton, terwijl de allesbepalende slotklim begonnen is. De ploegleiderswagen wil dan het liefst zo dicht mogelijk bij Luc in de buurt zijn. Maar dat is lastig. Kom op, Tom, c'est bien, c'est bien, gars. C'est bien, mes deux champions, c'est bien, les gars. C'est bien, c'est bon, c'est bon. Hein? Too close to the finish line now. I think for anyone to attack, a climber to attack and get clear. If you are first and you see the line, you see the line. We're going to have a sprint for the line. During this period. In your head, it's like, no. Another big attack from the Eritrean trying to get on terms. Get out in there, come on. Hey, bon. And around this final corner they go. Ah, it's Uno X, after all, who take the victory. That's cycling. Everyone wants to win. Bravo, Lud, c'est bien, gars. T'as pas été déçu, t'as tout donné. Hein. Come on, boy, c'est bien. Derde. Heel mooie koers, hè. Thanks, guys. Bravo, les gars. Tu vas pas être déçu, hein. Tu as fait le maximum. Si t'es tellement prêt. Ouais, je sais, mais on gagne pas tout le temps, hein. L'important c'est de tourner autour, hein, de temps en temps gagner. Là la condition elle est là, t'as bien progressé. Il y a pour bien faire plein de coups pour toi maintenant. Gros Mardèche, tout du Haut-Var. Ouais, c'est bien lui. C'est la mission là. Ouais. Toeren van Antalya afgesloten met een knaller. Sebas. Kijk, dat past niet, hè? Ja, het ligt allemaal ijs daar. Hè.